wil je opstoppen direct hoor. Ja, ik vond het wel een unieke kans, zeg maar. Zo'n kans krijg je volgens mij nooit meer. Ik vond het best wel bijzonder. Ik had nog nooit gehoord dat de rector studenten mee zou nemen, ook niet van een andere universiteit. Dus ik dacht, nou, wil ik wel proberen of ik mee mag. En het is interessant om te zien dat eigenlijk de hoge meneren, de rectoren die ons ontvangen, dat die ook heel enthousiast zijn om te zien dat er ook studenten mee zijn en dat ze een heel leuk initiatief vinden. Het is leuk om te zien dat onze rol is dat wij dus met studenten overleggen en gewoon de input van de studenten hier meenemen en op die manier kijken naar de samenwerkingsverbanden. Hallo. Mariska. Mateusz, nice to meet you. Mariska. Hi. Nice to meet you. Hallo, Mateusz. So today we're going to show you Jagiellon University. Welcome to Krakow. Former royal capital of Poland, and we're going to show you the oldest university and the most prestigious university in Poland. Here we have St. Mary's Church, obviously done in Gothic style with some Baroque elements on the top with the crown. You'll notice that one tower is taller than the other tower. You have two scepters underneath the crown. The one thing that's very interesting about at that time the Krakow Academy that differentiates, it was the very first university in one particular sense. Different from Oxford, very much from a coffee house culture here, where students meet. And from my faculty, at least, of Polish studies, where we study culture and we do cultural studies and literary studies, you can walk into a coffee house at any time, and there's usually probably a conversation on a certain writer or a certain play that they just seen, and you can very easily just sit down and join the conversation. It's a very student-oriented town. Meneer Blom, u bent op deze missie naar Krakau. U heeft twee studenten bij u. Waarom is dat eigenlijk? Het is voor ons internationale research universities network, IRUN, erg belangrijk dat wij weten hoe studenten het bij onze partners ervaren. En zij zijn met mij meegegaan om een aantal vragen te beantwoorden. Eén daarvan is, past het onderwijs zoals wij dat geven, bachelor, master, de indeling, bij datgene wat gebeurt bij de partneruniversiteiten? En verder is het ook belangrijk hoe onze studenten worden opgevangen, of er voldoende mogelijkheden zijn om voor buitenlandse studenten om zich thuis te kunnen voelen. How students would live here. Sometimes this is a double room, but here most sometimes you get double, triple, and sometimes even quadruple rooms. So, well, usually there's a second desk. These are the renovated rooms. Yes. Volgens mij is het wel een hele gezellige stad voor studenten. En sowieso ook wel een veilige stad. Je kan makkelijk over straat lopen 's avonds en zo. Maar het leuke is vooral dat je hier in het centrum zit eigenlijk alles bij elkaar. Dat geeft wel een soort van vergroot campussfeertje of zo. Ja, een erg leuke stad. Ik vind het wel echt leuk dat we vandaag gewoon de stad hebben gezien en zo, en dat soort dingen.
Krakow, I mean, it's difficult not to fall in love with it. It's just, you know, I think it's hard to describe why, but there's a very unique, incredible energy to Poland and especially to Krakow. I mean, similarly, the university is starting to become a hub for those kind of international exchanges. It's starting to become an ideal place to organize conferences, and because Krakow is so exciting, it's kind of like a huge stage set in some ways, that, you know, there's a place for there's a place for every personality in Krakow. It's in a sort of explosion, but at the same time it's not overly touristy, it's very authentic. Erg gemoedelijk. Ja, erg leuk. In de Vox stond ook, de rector van de studenten, meen ik. En ja, dat is echt zo. Heel geïnteresseerd, heel betrokken. En, dus ik denk zoals het zou moeten zijn. En je voelt je ook echt gewaardeerd als student.